Dames en heren, goedenavond. Welkom bij To The Point. De wereld zit momenteel in een transformatiefase, zeggen ontwikkelingsdeskundigen. De economische wereldcrisis schijnt een crisis van enorme staatsschulden te worden. Volgens wetenschappers zullen niet alleen de ontwikkelingslanden die een zwak macro-economisch beleid voeren, in de problemen raken, doch ook de hoogontwikkelde landen. Vele sectoren beleven wereldwijd ongehoorde prijsverhogingen. Wat zal er gebeuren als de voedselgrondstoffen die geïmporteerd moeten worden wegens internationale schaarste niet meer te betalen zijn? Zullen er opvangfondsen gecreëerd worden door de overheden in de ontwikkelingslanden? Hoe kijken bewindvoerders, financieel deskundigen en investeerders naar de komende verschuivingen van economische machten tussen 2013 en 2020? Hoe is het gesteld met de BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, die thans geconfronteerd worden met groeivertragingen? De economische groei in China neemt steeds af door de wereldwijde economische crisis. Op welke wijze probeert China haar invloed op het Afrikaans continent in Zuid- en Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied te versterken? Wat kunnen de gevolgen zijn van een eventueel versneld proces van machtsverschuivingen? Het thema van ons vraaggesprek van hedenavond is de komende verschuivingen van economische machten en de gevolgen voor onze regio. Deel 2. Wij hebben te gast ingenieur Erik Pannevlekt. Hij is voorzitter van PGM. Het is PGM staat voor Pannevlekt Global Management Capital. De heer Pannevlekt is ook docent aan de UNA Universiteit op de Nederlandse Antillen, Curaçao. Ik heet welkom, meneer Pannevlekt. Meneer Van Eyck, goedenavond, dames en heren, goedenavond. En het is aangenaam om weer te zijn hier. En dank voor uw medewerking aan dit vraaggesprek. Dank u. Het is ons genoegen u steeds weer in ons programma te mogen hebben. Kijkers, zij die meneer Pannevlekt nog niet kennen, ja, de heer Pannevlekt, Erik Pannevlekt, is geboren op 13 oktober 1955 te Curaçao. Hij is 56 jaar jong. Hij is oprichter en voorzitter van PGM Capital, zoals eerder gesteld. Zijn groep is groep van bedrijven dus. Hè. Hij rondde in 1977 zijn studie informatietechnologie af aan de Haagse Hogeschool in Nederland. Zijn Master of Business Administration studie ronde hij in 1992 af aan de Twente School of Governance and Management te Enschede in Nederland. De heer Pannevlekt is part-time docent aan de UNA, de Universiteit van de Nederlandse Antillen dus. Hij is docent in een aantal studierichtingen. Welke zijn zo de belangrijkste studierichtingen, meneer Pannevlekt? Ik ben dus eigenlijk coördinator van de MBA. Wat op de UNA doen wij dus wat we noemen licentieonderwijs. Dat betekent we geven een opleiding van een andere universiteit in licentie. Bijvoorbeeld dus op de rechtenfaculteit kun je dus jurist worden van Erasmus bijvoorbeeld. Ja. Op de MBA doen we Princeton University, geven wij dus MBA. Ik ben de coördinator en geef daardoor 8 van de 10 MBA vakken. Zo, ja, dat is mooi. De heer Pannevlekt is vanaf 2004, geachte kijkers, tot heden fulltime investeerder op de wereldkapitaalmarkt. Of wereldkapitaalmarkten. Ja, en zijn bezoeken aan verschillende landen, ja, tijdens het gesprek zal dat misschien nou duidelijk naar voren komen. Ja, maar daarvoor eigenlijk mijn hele studie heb ik eigenlijk vanaf
1977 tot 2004 heb ik altijd zeer actief, maar als een soort semi-hobby, op de kapitaalmarkten geïnvesteerd. Dus eigenlijk kun je zeggen, meer dan 30 jaar ervaring. En de successen zijn niet uitgebleven? Nou, we kunnen niet klagen. De heer Pannevlek leest, schrijft en spreekt vier talen. Namelijk de Engelse taal, Nederlandse taal, Duits en Spaans. En ja, de talen, hij is dus een talenknobber. Het is geen probleem voor u, als u op reis bent natuurlijk. Nee, ik ben echt geen talenknobbel hoor. Dat is dus toen ik dus op de... Ik ben liever lui dan moe. Dus toen ik op de middelbare school zat, had ik alleen maar Nederlands en Engels in mijn pakket. Maar later, in mijn internationale carrière als hoofdinkoper voor een multinational bedrijf, moest ik de wereld rond. En toen, als het moet, dan moet het. Dan moet je dan die talen leren. Want als je onderhandelt met de meeste grote contracten, staat altijd erin dat als puntje bij paaltje komt, de tekst in de originele staat juridisch geldt. Dus dat betekent als je dus hoofdinkoper bent en je koopt bijvoorbeeld iets in een land die Spaans-talig is. Je kan wel de Engelse vertaling hebben, maar als puntje bij paaltje komt, geldt de Spaanse originele tekst. Of je koopt, Duitsland was toen grootmacht in industrie, je koopt Duitse producten in. Als puntje bij paaltje komt, geldt het Duitse verkoopcontract. Dus dan moet jij, je kunt wel juristen hebben, maar die zijn je adviseurs. Uiteindelijk zet ik mijn handtekening onder het contract. Je moet toch de taal van het land kunnen spreken. Ja. En ook de koffiecorner. Als je nadat je hebt onderhandeld, ga je een borrel drinken. Klopt. Dan ga je echt niet in het Engels praten. Nee. Hè? Je breekt het ijs om met de mensen in. En daardoor ken je dus niet alleen maar de academische of de schooluitdrukkingen. Je wordt ook door de groep geaccepteerd. Je kent ook natuurlijk de uitdrukkingen, de volksuitdrukkingen in die taal. Snap je? Zie daar een onderdeel van het succes van uw activiteiten. Ja, meneer Pannevlek, u vertrekt over enkele dagen weer naar Curaçao. Zo. Het is ons toch gelukt u toch vanavond hier bij ons te hebben. Hoe heeft u het weer ervaren in Suriname te zijn? Ik ben hier eigenlijk gekomen op uitnodiging van een hele goede vriend van mij. En die heeft me gevraagd om eventjes zijn personeel te mogen trainen. Zijn personeel te mogen trainen op finance management en treasury management. En dat heb ik, die heb ik aangenomen en daar heb ik dus als vriend de vriendendienst. En ze waren zeer dankbaar daarover over de kwaliteit en van die training. Oké. Okay. Meneer Pannevlek, we gaan het vanavond over de wereldeconomische crisis met u hebben. De wereld zit momenteel in een zeer moeilijke fase op dit moment. Vele politici, financieel deskundigen discussiëren uitgebreid over de ontstane situatie. Het dreigt op vele fronten verkeerd te gaan, zeggen politieke fanaten en financieel deskundigen. Volgens hen zullen niet alleen die ontwikkelingslanden het moeilijk krijgen, maar zelfs de hoogontwikkelde landen, die zullen naar hun mening ook in de verdrukking komen. Wat is uw visie over de huidige situatie in de wereld? Het is simpel. Het is heel simpel. Het heeft te maken met de mens. In de Bijbel staat 7 vette jaren, 7 magere jaren. Ja. In het Nederlands hebben ze een spreekwoord. Na regen komt zonneschijn. Want als alle regen van de hemel is gevallen, is de bewolking uitgedund. Dus dat betekent dat altijd welvaart zal leiden tot contractie. En in de contractieperiode gaan de mensen normaal gesproken diep nadenken over hun bestaan. En dan gaan ze maatregelen nemen om weer naar voorspoed te gaan. En in de hoogtijd van de voorspoed vergeet men hoe men 10 jaar geleden weer in de recessie kwam en daardoor gaat het. Dat is de korte cycle. Maar naast de korte cycle heb je ook een lange cycle. En wat is nu, een lange cycle heeft te maken met technologische innovatie. Technologische innovatie heeft altijd geleid tot een gigantische boom. Dat een Russische econoom, Kondratiev, heeft dat heel goed uitgelegd. En er zijn tot nu toe 5 Kondratiev waves. Dat betekent dus een technologische ontwikkeling, bijvoorbeeld uitvinding van
van de stoommachine, uitvinding van de railway. En de laatste contractief was de contractief rondom internet en informatietechnologie. Die zal leiden tot een gigantische boom. Maar na regen of na zonneschijn komt regen. Want wat krijg je meestal? Meestal heb je mensen die altijd achter het gordijn of behind the curve, achter de curve investeren. Wanneer had je moeten beleggen in informatietechnologie? Niet in 2000, maar in 80. Okay, ja, niet in 2000, maar in 80. Ja, ja, ja. Wat krijg je als die ontwikkeling boven water komt en iedereen het ziet, ja, ben je te laat. Maar wat krijg je dan? Je krijgt altijd dan overinvestering. Omdat iedereen wil dan van die boom gaan plukken die eigenlijk al over is. Dan krijg je overinvestering. Gevolg van overinvestering is altijd dramatische prijsdaling erna. Want je hebt overinvestering. Als iedereen gelooft dat de huizenmarkt het is en iedereen gaat huizen bouwen. Wat krijg je dan? Aanbod is groot. Oké, in de eerste instantie stijgt de prijs nog. Maar op een gegeven ogenblik is het aanbod zo groot dat de prijs gaat dalen. Het ergste in dit alles is dat die investeringen worden gedaan met vreemd vermogen. Dus dat betekent dat het vreemd vermogen, als die prijzen gaan dalen, daalt de waarde van die investering onder de waarde van de collateral. Van de collateral is in het Nederlands collateral, dus waarborgsom. Waarborgsom. Gevolg is dat de bank die je hebt geleend geen dekking meer heeft voor die lening. Die banken hebben weer van andere banken geleend. En ik begreep dat het feest is dan over. Dat betekent die overinvestering, een kleine gevolg bij die kleine man. En dat gaat dan door. En terwijl de prijs daalt, blijft hij dalen. Wat gaat die bank doen? Hij gaat executeren. Hij zegt, oké, ik breng je huis of ik breng je investering naar de veiling. Als hij die prijs, als hij naar de veiling brengt, dan daalt de prijs nog meer. Snap je? Dan krijg je dus, dat betekent diezelfde lawine omhoog veroorzaakt een lawine omlaag. Totdat je weer komt in een nieuwe uitvinding. Dan ga je naar de nieuwe contractief wave. En wij zijn dus nu in de contractief wave, die is ontstaan in 1980. Zijn wij nu naar de contractieve winter. Dat betekent zo binnen 6 of 8 jaar komt er een nieuwe uitvinding. Mm-hmm. En die nieuwe uitvinding, al die contractief waves zijn altijd humaan kapitaal intensiever. Dus dat betekent van contractief 2 is humaan kapitaal intensiever dan contractief 1. Contractief 3 humaan kapitaal intensiever enzovoorts. Waardoor, als contractief 6 morgen wordt uitgevonden, waar de nieuwe wave gaan, zal die humaan kapitaal intensiever zijn dan contractief 5. Vandaar dat onderwijs en ahead of the curve onderwijs zeer belangrijk is. Want je moet dan in staat zijn om te ontdekken dat die nieuwe contractief is begonnen. Je mensen moeten zodanig zijn getraind dat ze maximaal van de mogelijkheden gebruik maken in het begin. Ja. Niet aan het einde van de cycle. Je investeert niet in IT in 1999. Je investeert in IT in 1980. Okay. In dit kader, we komen straks later hierop terug. Maar waar we nu op terugkomen, nu meneer Pannevlek, we hebben het over die wereldcrisis, die economische crisis. Waardoor vele sectoren in de wereld op dit moment ongehoorde prijsverhogingen op beleven in verband met de ontstaande internationale schaarste. Wat zal er gebeuren als de voedselgrondstoffen die geïmporteerd moeten worden wegens ernstige schaarste niet meer te betalen zullen zijn? Oké, die situatie heeft een diepere achtergrond. Het is, sorry dat ik het zeg, te simpel om het zo te visualiseren. Ja. We moeten daarvoor teruggaan. Je zult ook zien, of kijkers zullen dit merken, dat ik continu in mijn interview van vanavond naar basis wetenschappelijke theorieën ga, die zich door de eeuwen heen hebben bewezen. Wat de oorzaak van dit alles en wat wij nu meemaken
heet de theorie van Maslow. De theorie van meneer Maslow. Maslow heeft bestudeerd, dat is een pool, dat de mens vijf niveau van behoeftebevrediging heeft. Oké. Okay. De wereld heeft er altijd voor gezorgd dat de massa altijd in de laagste behoefte van Maslow leeft. De fysiologische behoefte. Ja. Eten, drinken, relatie, kinderen. Dat heeft de hele ontwikkeling van de mensheid tot het jaar 2000 was om die onderkant van die Maslow-pyramide zo groot mogelijk te houden. Dat alleen de happy few tot 2000 leefde alleen ongeveer 1 miljard mensen in Maslow 3. Dat waren de Amerikanen, ja. De Europeanen, Canada, Australië en een paar kleine landen. De rest van de wereld was arm. Mm. Rondom 2000, het begon met de BRICS, wilden de BRICS wat ze noemen de American Dream hebben. Of de EU Dream. A house, a car, a toaster, a microwave. Mm. Vertaald naar Maslow is dat van Maslow 1. Behoefte, fysiologische behoefte, naar behoefte van veiligheid. Een house, een kar, een dak boven je hoofd. Op het moment dat je wil gaan van fysiologische behoefte naar veiligheidsbehoefte, kan je dat niet doen zonder een massale aanval en aanslag op alle grondstoffen. Hmm. Het probleem is namelijk dat de BRICS samen 3 miljard mensen zijn. Dus als de wereldeconomie draaide, heeft altijd gedraaid rondom 1 miljard. En opeens komen 3 miljard mensen aan tafel. Zo. En die 3 miljard mensen aan tafel eisen hun deel van de cake. En dat komen ze eisen als wij de helft al van alle grondstoffen uit de grond hebben gehaald. En dat komen ze, want daarna, naast een huis, een kar, een toaster, een microwave. Al die mensen in Maslow 1 hebben een eetgewoonte gebaseerd op groenten. Hmm. Arme mensen in arme landen eet men hoofdzakelijk groenten. Right. Het is heel belangrijk om dit te snappen. Als men naar Maslow 2 gaat, wordt men vleeseter. Het probleem met vleeseter is dat je die koe of het kip eerst moet voeden voordat je hem slacht. En waarmee voed je hem? Met groenten. Gras. Dat betekent dat oppervlakte wat je eerst had gebruikt voor groenten, moet je nu eerst gebruiken. Voor een deel daarvan gaat naar veevoer. En de oppervlakte van planeet Aarde groeit niet, maar de behoefte naar niet alleen maar groenten, een beetje mais, maar een beetje mais met een stuk kip. Of een beetje mais met een stuk carbonade. En als de oppervlakte van planeet Aarde niet groeit, maar van 1 miljoen mensen, 1 miljard mensen die vis, rijst met vis of aardappel met vis en aardappel met vlees aten, nu 4 miljard mensen aan tafel gaan zitten, dan is de vraag, wordt dan 3 keer groter bij gelijkblijvende aanbod, kleiner wordende aanbod. Waarom? Omdat die 3 miljard mensen willen een huis, een kar, een toaster, een microwave, willen highway. Dus oppervlakte van planeet Aarde die niet groeit, die gebruikt had kunnen worden voor landbouw en veeteelt, wordt gebruikt voor industrie, wegen, urbanisatie. Dus de oppervlakte waarvan het eten moet komen, wordt kleiner, terwijl de vraag naar het eten 3 keer groter is geworden. Uiteindelijk wordt die 3 keer groter. Hij is nu nog niet zo ver, maar uiteindelijk als die BRICS in Maslow 2 zijn, is de behoefte aan alles 3 keer groter dan die was in 2000. Oké, okay. U heeft het gezegd, die behoefte wordt veel groter. Hoe is het gesteld met de BRICS-landen waar die economische groei steeds terugloopt? En we hebben kunnen merken uit documentatie en krantenberichten dat de economische groei in China vooral. China is het land met de meeste inwoners.
economische groei verloopt bijzonder traag, hebben wij begrepen. En China probeert op verschillende wijze die groei toch een beetje op te voeren of in stand te houden. En uit persberichten hebben wij gemerkt dat China in verschillende werelddelen landen investeert. Wat we in beeld willen brengen, een krantenbericht waar China $20 miljard investeert, bijvoorbeeld in Afrika. En China wil ook in Latijns-Amerika een aantal investeringen plegen. Hier hebben we het in beeld, $20 miljard voor Afrika. Op welke wijze probeert China haar invloed aan te wenden om toch die economische groei te handhaven? Oké, het is eerste plaats, ik wil teruggaan naar die langzaam wordende groei. Ja. Dat is absoluut niet waar en de mensen die dit zeggen snappen niet hoe economie functioneert. China is 20 jaar in ontwikkeling. Ja. Je kan niet 20 jaar, ik ga dat rekenkunde. Een heel groot probleem met mensen is, ze zeggen iets, maar ze kunnen dat wat ze zeggen niet uitrekenen. Als ik $1 per uur verdien en ik groei met 20%, heb ik 20 cent meer verdiend. Nu, 30 jaar later, verdien ik $20 per uur, wat de Chinezen is gebeurd. En ik groei nu met 5%, dan groei ik met $1. You got it? Ja. Dus dat betekent, en dat is normaal, want op een gegeven ogenblik krijg je relatieve groeiverzadiging. Want je bent al op een bepaald niveau gekomen van ontwikkeling. En wat China, hoofdzakelijk, wat ik zei over dus die contractief is heel belangrijk. Want het is natuurlijk niet correct. Ik ben hier niet om China te verdedigen of af te breken. Ik probeer dat wetenschappelijk. Op basis van de persberichten? Omdat het is heel makkelijk om een verhaal uit zijn context te halen. De titel van dit programma is De Komende Verschuiving. Die komende verschuiving is gebaseerd op contractief. Het is altijd zo gebeurd. Het is als je ziet, laten we teruggaan tot de tijd van de farao's. Laten we teruggaan tot de tijd van de farao's. Het was de farao's die dus Egypte was centrum van macht. Toen werd het. En wat al die machtscentra, om machtscentra te blijven, hadden ze slaven. En je hebt een leger en je hebt slaven. Wanneer gaat het fout? Het gaat fout als de kosten van het onderhouden van het leger om het slavenvolk te laten produceren. En dan klapt het om, want dan is dan opbrengsten uit achterliggende land kleiner dan kosten van het leger om hem. Dan ga je zo verder, dan ga je naar Spanje. Allemaal, toen waren het geen slaven, toen moesten de kolonies. Nu zijn dat, en dan had je Amerika. Amerika had basis overal. Waarom? Omdat de Amerika gebruikte de rest van de wereld als achterland. Beulen beloemde hun achtertuin en hun achtertuin was zo groot dat bijvoorbeeld dus Zuid-Korea is hun achtertuin. Want iedereen die levert, goedkoop kan leveren, is de achtertuin. Op een gegeven ogenblik, wat krijg je? Je krijgt, dat is om die achterland te onderhouden. Die achterland zorgt voor de dingen die jij nodig hebt om te ontwikkelen. En daarvoor gebruik je je leger. Ja. Dan krijg je leger. Wanneer gaat het fout? En daarom zijn we nu in die grote verschuiving. Amerika met zijn oorlogen op een gegeven ogenblik rondom 2003 zijn ze meer gaan uitgeven aan het leger om het achterland zoet te houden dan de opbrengsten van het achterland. En dan gaat het fout. Dan kan dat niet lang gebeuren. En dan zie je dan een opkomende economie. En dat zal dan China zijn. En die zal hetzelfde recept doen. De Chinezen, wat doen ze? Keep in mind, ze gaan naar Maslow 2 en Maslow 3.
Dat betekent, de Chinezen zijn nu in hun ontwikkeling zoals Amerika was in de jaren 50. Je kan je ontwikkeling van Maslow 2 naar Maslow 3 niet doen zonder grondstoffen. Het is totaal niet mogelijk. Een huis, een kar, een toaster, een microwave. Een huis kan niet worden gebouwd van idee. Hij wordt gebouwd van stone, mortars en hout. Dat moet je hebben. Dus dat betekent, als je dat wil doen, moet je de aanvoer daarvan veiligstellen. En omdat je dus, waarom ben je dus nieuwe wereldmacht in wording? Je bent cashrijk. Ja. Net als Amerika was. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was er zoveel geld in Amerika. Ze konden iets worden cash en met hun geld wilden ze nog groter worden. En ze zijn cashrijk en dan kunnen zij dan, als iemand cashrijk is en die andere is arm, kan je met veel geld voorwaarden stellen. Voorwaarden. En wat wil je dan doen? Je wil de stroom. Precies wat Amerika deed, de stroom van de grondstoffen of de dingen die je nodig hebt om jouw ontwikkeling op te bouwen, wil je veiligstellen. Oké, dus dat betekent, dus ik heb koper nodig, of ik heb, stel voor ik ben China, of ja. ik heb koper nodig, of steenkool nodig, en er is veel steenkool bijvoorbeeld in Tanzania, ik kom daar, maar ik heb die steenkool in China nodig, dus wat doe ik? Ik kan niet die mijn bouwen zonder een spoorweg te bouwen. Nee. En als ik die spoorweg bouw, waar naartoe? Naar Shanghai? Kan niet. Dus ik moet een haven bouwen. Hetzelfde wat je hebt gezien in bij Amerika. Heel veel mensen weten het niet. Bijvoorbeeld bij ons op Curaçao. We hebben de langste runway van het Caribisch gebied. Is gebouwd door de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat die welvaart van Curaçao is opgebouwd door de raffinaderij. Om die olie, de geallieerden hebben de oorlog alleen kunnen winnen met de olie uit Aruba en Curaçao. En daarom hebben zij de grootste, ze hebben het eiland bezet, beveiligd, de grootste, de weg van Willemstad naar Westpunt is gebouwd door de Amerikanen. En mensen vergeten dat, en nu doet China hetzelfde. Ja? En is het China, maar die hele Marshallplan van generaal Marshall aan Europa. Wat zie je als eerste? Waarom hebben de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog Rotterdam als eerste gebombardeerd? Wat is Rotterdam? Rotterdam is de uitvoerhaven van Duitsland. Dus dat betekent, je positioneert je op een strategisch logistiek punt. Ze hebben niet Amsterdam gebombardeerd, ze hebben Rotterdam gebombardeerd en Rotterdam bezet. Dus dit u komt neer op de duidelijke strategische visie van China. Omdat in de wereld, het is een van de opkomende machten. Het is wereldmachten, economische machten. Als alles goed volgens plan gaat, zal niet alleen een van de opkomende, het is de nieuwe economische wereldmacht. En China kiest voor Afrika en ook voor Latijns-Amerika. En ook voor Suriname. China, de Chinees denkt niet zo. De Chinees denkt als de Amerikaan dacht in de jaren 60. We moeten ons ontwikkelen, wat hebben we nodig? Ja. En het kapitaal wat China geïnvesteerd heeft in Canada is groter dan in al die landen die u opnoemt. Waarom? En wat investeren ze in Canada? Canada heeft werelds grootste oliereserve. Het is niet Saudi-Arabië. 10% op dit moment met de huidige technologie is alleen maar 10% van Athabasca te ontginnen. 10% van Athabasca is 80% van alle oliereserves in het Midden-Oosten. Oh. Als je ziet de Chinese koop idee. Ze hebben dat Sinoc, en dat heeft geen headline hier gehaald in Suriname. 2 weken geleden heeft de Chinese tweede grootste oliebedrijf, Sinoc, China National Overseas Oil Company, voor 15 miljard in cash dollar, hebben ze Nexim gekocht. Gekocht. Okay. PetroChina heeft grote aandelen gekocht in Chesapeake. Chesapeake is de grootste producent van aardgas in Amerika. Hier dicht bij huis. PetroChina heeft een aanbod gedaan voor 350 miljoen op de raffinaderij van Aruba. Zo, dat
het zegt wat. Ja. Ja. En we merken, we brengen het even in beeld, op woensdag 25 juli in de West, China geeft US 47 miljoen dollar alleen voor de bouw van 1000 woningen. En verder, op 4 augustus, volgende krantenkop, 2012, China levert landbouwmachines, 25 landbouwmachines aan Suriname. En dan lezen wij in een van onze nieuwsbladen van gisteren, onder plaatje 4, Latijns-Amerika ziet vrijhandel met China niet zitten, omdat zij bang zijn dat zij geconcurreerd zullen worden. Hoe ziet u de strategie van China? Kijk, dat is als je dat zo geïsoleerd ziet, dat is niks nieuws. Op toen in de Tweede Wereldoorlog, ik ga terug naar Curaçao, toen na de Tweede Wereldoorlog, ja, waren wij rijker dan, ja, Nederland. Er zijn scholen in Nederland gebouwd met Curaçao's geld. Klopt. Door al die olie die er is gebouwd. En als je daar zag, men heeft jouw olie nodig en dat betekent dat hebben ze klinieken, het ziekenhuis is door de Amerikanen gebouwd. Je vindt dus infrastructuur. Waarom? Want je wil die mensen happy houden. Ja. Het is een soort win-win-win. Situatie. En heel belangrijk, bang. Ik heb een groot probleem met het woord bang. Waarom? Het is een hele mooie adagium. En ja, die zegt dit: education eliminates fear. Hoe is het? Oké, okay? Je moet bang van wat? Bang van. Het is. Want het is een mogelijkheid. Het is een mogelijkheid van samenwerken. Men kan je niet onderdrukken, nee, als je het niet toelaat. Dat kan niet. Nee, nee, het kan, nee, niet. Als je bijvoorbeeld meneer Covey heeft het heel goed gezegd in zijn. Hij is overleden 2 weken geleden. Ja. Stephen Covey heeft in zijn boek The Seven Habits een hele goede conclusie getrokken. En die zegt: de ontwikkeling van de mens hoort zich in 3 fasen te geschieden. Van dependence to independence to interdependence. En dat independence moet heel kort zijn. Okay. Want uiteindelijk, als jij in die interdependence scenario komt, dan ben je super win-win. Als je onze relatie ziet met Nederland, op alle ambassades in de regio is de tweede man is een Curaçaoënaar. Waarom? Omdat we zijn in die interdependence fase gekomen. Dan ben je niet meer bang van hun, maar ze zijn jouw partner. Partner geworden, ja, ja. Ze zijn jouw partner geworden. En zo ziet China. En het is geen probleem. En je kan zeggen, ja, maar zij vangen een kabeljauw en ik krijg een haring. Je krijgt een haring die je niet had. Klopt. Ja, want als je hun wegstuurt, dan heb jij die haring niet. Je had niks. Ja, je had niks en dan krijg je een haring van hun en zij krijgen de kabeljauw. Als het bij hun regent en het bij mij druppelt, heb ik geen probleem mee als ik in de woestijn woon. Oké, okay. En de Chinezen en de Arabieren hebben toch een bepaalde strategie. Wat is de strategie van deze 2 groepen? Het is weer te maken met de situatie. Ja? Het is goed fout gegaan in de jaren na de boom van 1999-2000. In de groei, de stilstand, de top van contractief 5, ja, de IT-contractief, kwam tot einde. Als je zegt, je kan het heel wetenschappelijk op de datum uitrekenen, op 19 juli 1999. Maar men zegt, logistisch gezien, op 1 januari 2000. Dat betekent de nieuwe millennium, is niet alleen een nieuwe millennium, maar het was ook de top van de welvaartscurve vanaf 1975. Wat hebben, en het is heel moeilijk voor politici om tegen hun bevolking te vertellen dat de koek op is. Ja. Dus politici hebben hun mensen verteld dat de koek is niet op. Je kunt dezelfde levensstandaard behouden door te lenen. En de politici gaven het hele goede voorbeeld. Zij gingen massaal lenen om allerlei cadeautjes te kunnen uitdelen aan hun bevolking. Dus er is een gigantische leningscurve ontstaan. Zo. Door zowel regeringen als burgers in het Westen, in het oude rijke.
meeste van die leningen zijn gedaan, niet gedekt door harde collateral, maar gedekt door fake collateral. Een van de punten wat men gebruikte, men zei, de prijs van je huis gaat toch altijd omhoog. Dus men leende wat ze noemen de equity, de overwaarde. Ja, omdat enzovoort. En wat gebeurde er dan? Over investering in de huizenmarkt. Want als de huizen van je, als de prijs van je huis blijft stijgen, oké. Okay. En wat gingen ze met dat geld doen? Met dat geld gingen ze consumptiegoederen kopen uit die gemaakt zijn in China. En je kan geen ontwikkeling hebben zonder aardolie. En ze gingen olie kopen met eigenlijk geld zonder dekking. Dus wat heb je dus dan? Je hebt dan, dus de leiders in het Westen zeggen tegen de bevolking, consumeren alsof wij niet in een afvlakking zijn gekomen van de groei. En dat consumeert je via je creditcard. Daarom is ook de spaarquota in het Westen is nul. Nul. En de spaarquota in het Oosten is 50%. Oké? Okay? Maar wat gebeurt er als je een stok hebt van geld in principe zonder waarde, want hij heeft wel waarde, is omdat men erin gelooft. Wat wil je? Je wil zo snel mogelijk, als je smart bent, van dat geld af. Dus wat dan ga je doen? Want het is namelijk, toen we kind waren, hadden we de beroemde stoelendans. Wat jij niet wil, is als de muziek wordt uitgezet, en in dit geval muziek uitzetten is, als de mens erachter komt dat het stuk papier geen dekking heeft, wil je hem niet houden. Nee. Dus dat betekent, je gaat twee dingen doen. Je gaat A. Je gaat zo snel mogelijk op een koopscenario, maar je geeft cash wel. Dus die Chinezen en die Arabieren, want die Arabieren met al hun olie, in 2007, dacht ik, heeft United Arab Emirates, heeft PenWest gekocht, PrimeWest gekocht in Canada. Dus kun je voorstellen dat Arabisch bedrijf, en dan krijg je cash. In Canada, cash. Je krijgt geen aandelen, je krijgt cash. Maar het is een manier om die cash te lozen. En tegelijkertijd, wat zie je? Je ziet twee dingen. Die Chinees en die Arabier stopt met, of verlaagt de productie van zijn grondstoffen. Vandaar dat het... Nee. Want je wil het papiergeld niet. Je wil hem niet. Als ik olie in de grond heb en ik verkoop het aan Amerika en ik krijg papiergeld, heb ik iets van waarde aan de Amerikaan gegeven en hij gaf me een stuk papier. Waardeloos is. Men gelooft nu dat het waarde heeft, maar dat wil ik niet. Dus wat doe ik? Daar hebben de Arabieren hun economie omgezet van grondstofproductie naar toerisme en banking. Want als je economie draait om toerisme en banking, ja, ben je niet aan het decapitaliseren in de grond. China heeft alle zilvermijnen in China gesloten. China exporteert geen rare earth meer. Waarom? Want die rare earth mijn is zijn nieuwe spaarbankboek. Zo. Als je in Dubai bent, in Dubai hebben ze wat ze noemen de grootste goldmarkt op aarde. Ik heb je een paar foto's toegestuurd. Ja. De grootste goldmarkt, als men het woord goldmarkt, of zeg maar wat goldmarkt. Die goldmarkt van Dubai is bijna net zo groot of groter dan downtown Paramaribo. Sorry. Het bestaat uit 300 high quality juwelierzaken. 300. Ik heb je die foto's gezien. Als ik tegen mensen vertel dat er een korset van goud te koop staat daar, zeggen ze, dat kan niet, dat is waar. Want dat korset van goud, dat kan die vrouw niet dragen. Nee. Of Arabanda, de faro. Dat is zijn nieuwe spaarbankboek. Omdat het land veilig is, wordt hij thuis op een buste gehangen. Dat is hun nieuwe spaarbankboek. Dus je ziet dat er qua beleid, en in China ook, qua beleid is er tegen de mensen. In China zeggen ze, koop zilver. Ja, ja. Koop zilver. Dat de bevolking zilveren munten 99% heeft. En de Arabier zegt tegen zijn mensen, zorg ervoor dat als het muziek stopt, jij niet zit met een cijfer op je bankaccount, maar dat je je vermogen ziet hangen in je huis. Klopt. Oké. In dit kader, de Chinees, gaan we hiermee afsluiten, het aflossen van leningen door Chinezen. Waarom betaalt de Chinees nooit cash? Nee, hij betaalt altijd met cash.
Hij betaalt met cash. Hij betaalt met maar cash. Maar hij vraagt geen aandelen. Nee, hij geeft geen aandelen, want die aandelen hebben waarde. Dat cash, als je een bedrijf hebt, een mining bedrijf. Een mooi voorbeeld is al die aankopen van de Chinezen. Ja. Al die aankopen van de Koreaan, niet alleen de Chinees, de Koreaan. Allemaal, je krijgt geen aandeel. Je krijgt cash. Waarom? Want ze willen niet dat als het muziek stopt, zij met cash zitten. Als de muziek komt, moet het cash ergens anders zijn. Als de muziek stopt, moeten zij waardevolle dingen hebben. Dus als die Arabier die buste koopt, de buste of de corset van goud koopt, als de muziek stopt, heeft hij, zij, die buste van goud. En de goudhandelaar heeft de cash. Maar die goudhandelaar is ook Arabier, dus hij snapt het. Hij probeert zo snel mogelijk ergens anders met zijn cash te gaan om het goud te halen. Zo gaat het. Dus dat betekent, als de muziek stopt, wie heeft het geld? De persoon of de landen met cash worden opeens straatarm. Want als de muziek stopt, dat betekent dat men realiseert dat het papiergeld geen waarde heeft. Okay. En je hebt bankrekeningen vol, pakhuizen vol geld. Dan kan je dat gebruiken als wallpaper. Mm. En dat is gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Is het altijd gebeurd dat als overheden en bevolking diep in schulden gaan, er sooner or later het papiergeld totaal waardeloos wordt. En er een nieuwe munt komt die wel gedekt is. En ik denk dat wij op dit moment die kant op koesteren. Die kant gaan we op. Toch wel. Ja. Het punt is, in aansluiting hierop wat u duidelijk heeft toegelicht, heeft u in uw college documentatie een aantal visies vermeld over de big shift of wealth. En u heeft daar een aantal belangrijke aandachtspunten aangehaald. Waarbij 5 belangrijke aandachtspunten waar ik u wil vragen toe te lichten naar de kijkers toe. We brengen het even in beeld, de big shift of wealth. En dan vraag ik u, ja, wat zijn de belangrijkste punten die hier door u vermeld zijn? Heel belangrijk is namelijk dat je moet, het is de contractief, maar ook in welke sociaal-economische era leven wij. Ja. Wij leven nu sinds 2003, leven wij in de kennis-economisch tijdperk. Ja. Dus de belangrijkste grondstof is kennis. Oké. Dus, en ook, waarom is die kennis nu extra belangrijk? Want de nieuwe contractief die komt met een uitvinding, een nieuwe uitvinding. Dat betekent die landen met de hoogste graad van kennis zijn het meest capabel en in staat om maximaal van die nieuwe contractief wave gebruik te maken. Daarom was het heel logisch dat toen de informatietijdperk binnenkwam, dat Amerika, want dat was het land, dat Microsoft en al dit soort IT-bedrijven Amerikaanse bedrijven zijn. Ik ga met u wedden dat bij de nieuwe contractief de topbedrijven allemaal Chinezen zullen zijn. Toch wel in de toekomst? Ja. Oh, ja. Want hoe je het draait of keert, de nieuwe contractief zal, als alles wat God gecreëerd is, opraakt. En het meest belangrijkste wat we nodig hebben is, na voedsel, is energie. De nieuwe contractief zal met one way or the other te maken hebben met een land die op een goedkope manier duurzame, schone energie kan produceren. En op dit moment, er zijn een hele hoop manieren om het te doen. De enige manier die duurzaam is, is fusie. De enige centrale op aarde die kernfusie succesvol wist te doen, was in Zuid-Korea. Geen enkel land op aarde heeft kernfusie, want kernfusie, daar fuseer je waterstof die je dus uit
de bron is dan water, die fuseert je tot deuterium en tritium. En dat is dan wat precies wat op de zon geschiet. Ja? Daar heb je een oneindige bron die schoon is van energie. Daarnaast zon. Voor zon heb je zilver nodig. Ja. Daarom hebben de Chinezen al hun zilvermijnen gesloten. Op dit moment in de top 10 van de grootste zonnecollectoren en zonnepanelenbedrijven. 8 van de grootste zijn Chinezen. Zo. Dus hoe je, en dan hebben we ook nog, je hebt dan ook nog een andere vorm van duurzame energie, is wind. Om die windenergie goed en op te optimaliseren, is de magneet, want hij draait, je hebt dat rad draait, en je zet omwentelingsenergie, zet je om in stroom. Dat betekent, je hebt de kracht van de magneet. De krachtigste magneet wordt gemaakt van een rare earth material. 90% van alle rare earths voorraden op aarde zitten in China en die heeft al zijn mijnen gesloten voor export. Amerika bracht ze naar de WTO, maar als ik niet wil verkopen, kan je me niet dwingen. Nee. Kan je me niet dwingen. Dus wat zie je? En dus ik hoop dat u met me eens bent dat de nieuwe contractief om de ontwikkeling van de mens weer naar boven te, one way or the other, te maken zal hebben met de land, de bedrijven die duurzame energie goedkoop en gepatenteerd zullen produceren. En dat is dan humaan kapitaal intensief. Het is veel makkelijker om een paard een hoefijzer aan te doen dan een auto te repareren en of dan een solar panel aan te leggen. Die solar panel aanleg en fabricage is humaan kapitaal intensiever. Dus vandaar dat dus die het meeste vereist, hij was altijd al belangrijk, education, maar extra in de kennistijdperk gecombineerd met een paar jaar, we zijn een paar jaar verwijderd van de bodem van contractief 5, waarbij contractief 6 zal ontstaan. En die contractief 6 zal te maken hebben met een nieuwe technologische ontwikkeling die nog humaan kapitaal intensiever zal zijn dan zijn voorganger. U heeft verder, hebben wij gemerkt in uw documentatie van voorlichting en studiedocumentatie, een aantal zaken over het land Noorwegen toegelicht. En het waren zulke belangrijke zaken, ik wil het ook met u, wil u vragen naar de kijkers toe, het een en ander door te geven. Wat voor een land is Noorwegen? Okay, Noorwegen is een heel goed voorbeeld van contractief, humaan kapitaal en good governance. Goed bestuur dus. Ja, het is een heel mooi voorbeeld. Noorwegen, in mijn studententijd, 1970, sprak iedereen over Zweden. Noorwegen ligt aan de kust, Zweden ligt middenin, dan heb je dan Finland enzovoorts. Noorwegen was wel altijd een goed ontwikkeld volk. Ik dacht dat ze 5 miljoen mensen hebben. Een oppervlakte is, dacht ik, net zo groot als Engeland. Een groot land met een kleine bevolking. Kleine bevolking. Ja. Net Suriname. Dat is de clue. Dat is de clue. En dan wordt er in de jaren, eind jaren 70, wordt er olie gevonden in de Noordzee. Oh. Wat hebben die Europeanen zijn die fase van vechten voorbij. Want wat zei ik dus? Dependence, independence, interdependence. Want alles wat je met human kapitaal, als je aan tafel kan zitten, want ook als je gaat vechten, het wordt aan tafel, wordt de vrede gesloten. Meestal. Ja, aan tafel. En dan blijf je vechten. Okay? Dus dat betekent, waarom moet ik vechten als ik educated ben en ik kan aan tafel onderhandelen? Dus de Europeanen hebben elkaar gezeten en ze hebben die Noordzee, hebben ze in kavels uitgedrukt. En de grootte van de kavel had te maken met de kustlijn. Hmm. Dus de twee landen die de grootste ontginningsgebied kregen van de Noordzee was Engeland en Noorwegen. Hmm. Maar met een heel groot verschil wel. Engeland met 60 miljoen mensen en Noorwegen met 5. Een heel groot verschil. Als wij gelijke concessiegronden kregen toegewezen. Dus dat betekent er ontstond een gigantische welvaart en boom in Noorwegen door olie. En nu komt humaan kapitaal gecombineerd met goed bestuur. Wat hadden de Nooren konden de pot gaan verteren?
Dat hebben ze niet gedaan. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de winsten uit die olieboom gebruikt voor de tijd na de olie. Ze hebben wat ze noemen de Norwegian Investment Funds opgericht. Tot vorig jaar was de Norwegian Investment Fund de grootste investment fund op aarde. Oh. Met 500 biljoen dollar erin. En wat zijn ze dan weer? De smartest brain van Noorwegen hebben ze. Weer human kapitaal. De smartest brain. En die gaan de wereld op en gaan in bedrijven investeren. Een van de bedrijven op aarde die eigenlijk de Norwegian Fund de grootste aandelen in heeft, weet heel weinig mensen. Is een bedrijf, ik wil geen naam van bedrijven noemen, is een bedrijf in Duitsland die auto maakt. Is een van de grootste autofabrikanten op aarde. Kun je nagaan, ken je een Noorse automerk? Ik niet. Nee. Maar als de Nooren, 5 miljoen Nooren, groot eigenaar zijn, groot aandeelhouder zijn in de grootste grootste autofabrikant ter wereld, dan snapt u wel hoe de vork bij de steel zit. En zo zijn ze overal gegaan, naar alle landen in Indonesië. En dan kunnen ze eisen stellen. Bijvoorbeeld, ze zeggen, wij beleggen niet in tabak. Wij beleggen niet in oorlogsindustrie. Maar als jij de grootste pot geld hebt, en jij begint dit soort eisen te stellen, bepaalt jij met je 5 miljoen richting aan. Jij met je 5 miljoen mensen, omdat je smart enough was om niet de pot te verteren, maar ervoor te zorgen dat als de olie opraakt, ik dus genoeg geld heb voor sustainable ontwikkeling. Precies hetzelfde doen ik heb je een link gestuurd, doen de Chinezen en ook de Arabieren. Op dit moment is de grootste sovereign wealth funds die van Abu Dhabi. Die is 648 biljoen dollar groot. Als je de top 10, de top 15 bekijkt van alle grote sovereign wealth funds. Er is geen enkele sovereign wealth fund in de top 15 van een westers land. Allemaal Aziatische landen en Midden-Oosten landen. Ja, en qua kapitaal, en nu komt het, wordt het interessant, qua kapitaal is het land met de grootste sovereign wealth fund is China. Dus China heeft in de top 5, dacht ik, 3 sovereign wealth funds, maar dat betekent de Chinezen hebben, dat betekent als morgen contractief 6 komt en dat je hebt geld nodig voor ontwikkeling. Je moet het gewoon terugzien als Amerika in de jaren 70, toen computer en steen. Je hebt geld, met geld financiert je projecten. Dat betekent de Chinezen, en zo snap je ook dingen, de ontwikkeling in Abu Dhabi en Dubai. Als jij qua land de grootste sovereign wealth fund hebt, kan geld in je eigen land niet op. Op Curaçao hebben wij dat ook gedaan. In 1971 hebben we de winsten van de offshore banken hebben we gestopt in Corpo Deco. Corpo Deco heeft nu een gigantisch vermogen, waarbij Corpo Deco gezonde MKB-projecten financiert. Daardoor houd je ontwikkeling van het land buiten de hand van politici, maar daar heb je een paar smart people in de board en die beoordelen jouw project zakelijk. En dan krijg je geld. Oké. En die ontwikkeling is prachtig in Noorwegen van toepassing. Hoe zit het met het onderwijs? Om dat te kunnen doen, moet je smart zijn. Dat betekent, er is dus een United Nations, UNDP, is een afdeling van de United Nations en die brengt in kaart de Humaan Kapitaal Index van landen. Van de laatste 10 jaar was Noorwegen altijd in de top 10 en de laatste 5 jaar is hij nummer 1. Oh. Dus Noorwegen is de laatste 5 jaar de land met de hoogste Humaan Development Index nummer 1. Daar staat Noorwegen. En dat heeft hun geen windeieren gezegd, want als je alle statistieken van aarde bekijkt, de goede statistieken. Zo, de goede. Ja, dus het begint met education. Als je educated people, kies educated leaders. Het is overal educated leaders, zorg ervoor, je kijkt spiraal omhoog. Oké, dus ze zijn
een van de laatste 6 triple A countries die over zijn. Er zijn dus 3 statistieken van rijkste landen op aarde, World Bank, IMF en CIA. In 1 van de 3 zijn zij de rijkste land op aarde. En zo kun je doorgaan. Zo kun je doorgaan. Zijn dus, als je de good governance statistiek bekijkt, staan zij als de best bestuurde land op aarde. Toch wel, Noorwegen. Ja. Oké. Dank u wel voor deze duidelijke informatie. Jammer dat we de tijd niet mee hebben, want we hebben zoveel zaken die wij aan u willen voorhouden, meneer Van der Vlek. Wij brengen u nu in beeld de 787 Dreamliner. Het is een vliegtuig gebouwd door Boeing in de Verenigde Staten van Amerika. Het is het eerste vliegtuig dat volledig vervaardigd is van carboncomposiet. Doorgaans worden vliegtuigen van aluminium gebouwd. Maar dit vliegtuig is van carboncomposiet gebouwd. Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling binnen de vliegtuigbranche en de 787? Het is ook vermeld dat het minder brandstof verbruikt en goedkoper is in onderhoud. Het is ons gelukt een fragmentje van de ingebruikname van het toestel vast te kunnen leggen of te kunnen downloaden. En wij vragen met u samen de aandacht van de kijkers. Uw aandacht voor de volgende filmbeelden. It was all about show and tell at this Boeing plant not far from Seattle, Washington, the site where the plane maker ceremoniously delivered the very first 787 Dreamliner to customer, Japan's All Nippon Airways. Jim Alba, the head of Boeing's commercial division, did the honors. Now, when you buy a car, you get a key. When you buy a Dreamliner, you get a really big key. And Ito-san, you know, your airplane looks beautiful today. And this is an airplane that's captivated the flying public. This is an airplane that I think the passengers can't wait to ride in. Boeing finally has a reason to celebrate as this dream becomes a reality. After a 3-year wait and billions of dollars in cost overruns, Boeing is finally delivering the $200 million aircraft to partner ANA. Shinichiro Ito, president and CEO, signed on the dotted line as part of the ceremony, which was part coming out party, part pep rally. We will now carefully and lovingly take this plane back to Japan. We will bring with her the good wishes of all of you who worked on her. We will then prepare her to receive our customers, our passengers, and send her off to fly in the great wide world. ANA is the first to take delivery of the highly anticipated wide-body jet made of lightweight plastic composites, part of the 821 initial orders taken by Boeing. Of aircraft performance. Today we celebrate a significant moment in the history of flight, certifying and now delivering an all-new airplane in a once-in-a-decade, if not once-in-a-generation, or once-in-a-lifetime achievement of human ingenuity. Now that achievement is in the hands of the airlines. This Dreamliner takes off for Japan on Tuesday and begins full flight with customers on October 26th. Conway Gittens, Reuters. Een bijzonder vliegtuig, niet van aluminium, maar van plastic. Ze noemen dat ook de eerste plastic, volledig eerste plastic vliegtuig. Het is een primeur voor Boeing, maar Airbus had al een tijd al airplanes die voor een groot deel van composiet zijn gemaakt. Ik wil hier even, want we zijn toen tijdens het voorprogramma van dit, zijn we hier opgekomen. Deze ontwikkeling is verder gaande dan mensen zich kunnen voorstellen. En in een van mijn vorige, ik dacht mijn eerste interview met u, in 2005, had ik het erover. Ik had het over de gevaren die dreigen voor landen met bauxiet. Alle bodemschatten zullen uiteindelijk in prijs stijgen. Omdat, als je van Maasloff 1 naar Maasloff 2 gaat, dan heb je dan, je kan het niet doen zonder grondstoffen. Nee. Maar er is één grondstof die grote bedreiging ondervindt en dat is bauxiet. Klopt. Waarom?
bauxiet, om aluminium van bauxiet te maken, ja, moet je dat, ik ga niet in dat proces nu in, maar is heel energie-intensief. Dat betekent, we hebben veel energie nodig. Je hebt veel energie nodig. Dat betekent dat de energieprijs een kritische succesfactor is. Als wij met elkaar eens zijn dat alles aan het opraken is, en dus ook olie, is energie wordt duur. Dat betekent de kosten van productie van aluminium uit bauxiet met olie at $30 per barrel is totaal anders dan de kosten van productie van bauxiet, aluminium uit bauxiet uit olie op $148 per barrel of boven de $100 per barrel. Normaal gesproken heb je als bedrijf dat probleem niet, want je kunt de kosten van productie op je consument afboeken. Dat probleem heeft aluminium, want wat aluminium wordt aan twee kanten geknipt. Aan de ene kant is de kost, productiekosten, en aan de andere kant is de afzet. 20 jaar geleden hadden we niet zoveel plastic vorken, nee, en plastic messen. Dus wat vind je aan de gebruikerskant daalt de vraag. En door de als nu, een van de vragen die altijd bleef, was de vraag bij vliegtuigindustrie. De ontwikkeling bij de 787 Dreamliner is een ontwikkeling dat je niets zonder meer laten gaan. Want toen hebben wij de era begonnen van plastic vliegtuigen. Het is die 787. Ja, want alle vliegtuigen erna zullen niet meer gemaakt van worden. Aluminium. Waarom? Want kijk, de andere Airbus kan niet achterblijven. Want die composiet is vele malen sterker, maar 10% lichter. Waardoor de brandstofverbruik, want de enige kost bij een airline, de grootste kostenpost bij een airline is brandstof. Dus dat betekent dat als ik die vliegtuig lichter maak, dan kan ik twee dingen doen. Kijk, als de grootste kostenpost van een airline brandstof is, wanneer wordt de meeste brandstof verbruikt? Bij stijgen en dalen. Dat betekent hoe langer ik non-stop kan vliegen, hoe goedkoper ik vlieg. En dat betekent de rijkwijde wordt groter bij dezelfde. En ik kan het doen met een lagere break-even kost. De initiële kosten van die plane zullen wel iets hoger zijn, maar in bedrijf haalt je het dubbel en dwars uit. Dat betekent door die besparing op brandstof. De grootste afname van aluminium, de vliegtuigindustrie, heeft bij deze de aluminiumindustrie een genadeslag toegegeven. En dat vertelt de kapitaalmarkten u ook. Als je bekijkt, zijn de twee grootste aluminiumproducenten op aarde. Ik ga geen namen noemen. Ik heb u de chart toegestuurd. Ja. De stok van die ene is van ongeveer, dacht ik, $25. Is die vanaf 2008 is de stok rondom $8 van een dividend van 17 cent naar een dividend van 3 cent per kwartaal. De andere is van $80 per share naar $10 per share gegaan. Van een dividend van boven de $1 naar een dividend van 10 cent. Dat vertelt heel veel. Want de stokprijs en de dividend van een bedrijf reflecteren de winstgevendheid. Het is geen eendagse vlieg. Anders is die stokprijs niet 4 jaar op eenzelfde niveau gebleven. Dat betekent, en ook als je, dat heb ik u ook toegestuurd, als licensed advisors, ja, hebben wij toegang tot officiële cijfers van alle beursgenoteerde bedrijven op aarde. En in die hoedanigheid heb ik u de tweede kwartaal cijfers van een groot aluminiumproducent gestuurd. En wat ziet u? U ziet dalende tendens rond de bord. Het is toch een heel moeilijke ontwikkeling voor de bauxietbedrijven en de aluminium producerende industrie. Maar dan gaan we weer naar human kapitaal. Ja. Want kijk, bauxiet maken en composiet maken. Welke van die twee denkt u is human kapitaal intensiever? Welke van die twee?
maken van aluminium uit bauxiet of maken van carbon composiet? Welke denkt u? Human kapitaal intensiever is carbon composiet. Dus als jij regeren is vooruitzien, en niet regeren qua politiek, maar regeren in het breedste zin des woords. Als ik het wist in 2005 dat de prijs van aluminium omlaag zal gaan bij hogere olieprijs, dan hadden aluminiumbedrijven proactief, hadden zij kunnen gaan ontwikkelen aan carbon composiet. En onderschat deze ontwikkelingen niet. De grootste, een van de grootste, het is een eer om Blue Chip te zijn, Dow Component. Ik ga nu wel een naam noemen. Het bedrijf die fotorolletjes maakt. Het bedrijf die fotorolletjes maakt, was een bedrijf die alleen de grootste winst was op dat gele fotorol. Eén kleine ontwikkeling, net als die composiet. Overschakelen op digitale camera. Een bedrijf die jaren in de hegemonie was, met stocks boven de $4,000 per share, is nu bankroet. Ongelooflijk. Bestaat niet meer. Ongelooflijk. Het bedrijf bestaat niet meer. Omdat het bedrijf heeft niet op tijd ingespeeld. Op de mogelijkheden. Als je zulke smart managers had, had je kunnen inzien. Was je ook meegegaan dat je kunnen inzien. Had jij met al je winsten. Moest jij de eerste digitale camera hebben uitgevonden? Klopt. Niet de laatste. Ja, klopt. Want succes krijg je aan het begin van de tunnel. Niet aan het einde van de tunnel. Dan ben je behind the curve, is game over. Maar wij danken u ook voor deze informatie, meneer Pannevlek. En wij hopen dat als u terug bent in Suriname, dat we weer een primeurtje krijgen van nieuwste ontwikkelingen in de wereld. Wij danken u hier hartelijk voor uw medewerking aan dit vraaggesprek. En zodra u weer terug bent, hopen wij weer van u iets te mogen horen. Dank u. En wij wensen u een goede reis. Als u nog een boodschap heeft. Kijkers, ja? Bedankt voor uw tijd, meneer Van Eyck. Nogmaals bedankt genoegen. Voor uw tijd. Het is een genoegen. Het is een genoegen om hier te zijn bij Appinti en bij mijn vrienden en kennissen in Suriname. En we proberen altijd objectief, professioneel en zonder achtergrondgedachten u te informeren. Dank u voor uw tijd. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Geachte kijkers, voor we afsluiten, een korte slotopmerking. We brengen even in beeld de kop van Times van 2 augustus 2012. En de kop luidt als volgt: Suriname wil nauwere relatie met Iran. Delegatie naar Non-Aligned Movement vergadering. En dan lees ik u kort onder sub 1, 2 en 3... volgende. Suriname wil een nauwere relatie met Iran en daar hoeft er volgens minister Winston Lakin van Buitenlandse Zaken geen twijfel over bestaan. Alle ogen in de CARICOM en de OAS zijn gericht op de participatie van president Desi Bouterse en zijn Guyanese ambtgenoot Donald Ramotar aan de vergadering van de niet gebonden landen, afgekort NAM, eind deze maand in Iran, dus eind augustus. Beide staatshoofden zullen voor het eerst een non-aligned movement vergadering bijwonen. Pardon. Onder sub 2 lezen wij verder. Heet hangijzer binnen de non-aligned movement is het Iranees nucleair programma dat constant voor botsingen zorgt met de Verenigde Staten van Amerika. Iran mag echter rekenen op unanieme steun van de Non-Aligned Movement, NAM dus. De Iranese onderminister van Buitenlandse Zaken, Amir Mansour Borjedei, hij heeft een persoonlijke uitnodiging aan president Desi Bouterse gegeven. Onder sub 3 lezen wij: de 16e summit van de Non-Aligned Movement wordt gehouden van 26 tot en met 31 augustus in Teheran. En volgens de bewindsman is er geen reden voor Suriname om niet actief deel mee te doen met gesprekken over onderwerpen die heet hangijzer zijn in de wereld. Onder sub 4a, we hebben
nog niet besloten op welk niveau, maar Suriname doet wel zeker mee, zegt minister Lakin. Over de eventuele ongewenste diplomatieke signalen die er bij andere partners van Suriname zouden worden gegeven, is de heer Lakin kort. Meer dan 150 landen in de wereld werken met Iran. Wij willen u dit krantenbericht niet onthouden en wij hopen dat u daar ook nu kennis van draagt. De vraag is, ja, wat is het belang voor Suriname van het bezoek van onze president aan Iran? Misschien dat wij nader geïnformeerd kunnen worden hieromtrent. Dit is wat wij u wilden voorhouden. Wij wensen u een genoeglijke kijkavond verder en danken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende To The Point uitzending. Graag tot dan.